Goedenavond Charlotte, stel jezelf eens kort voor. Goedenavond, ik ben Charlotte, ik ben 33 jaar en kom uit Everhem. Een gezin? Ik heb 2 kinderen, een zoon en een dochter. Mijn zoon is 11 en mijn dochter wordt 8. 11, puberteit opkomst? Inderdaad, mijn zoon begint te puberen en mijn dochter doet mee. Lukt het een beetje in combinatie met je werk dan? Dus, ik ben momenteel niet werkzaam, dus ik ben nu even fulltime huismoeder, maar dat lukt heel goed. Wat houdt je zo in het dagelijkse leven bezig buiten je 2 kinderen? En wat zijn voor jou wat je noemt een hobby? Ik ben heel gepassioneerd door mode en door make-up. Dus dat, dat doe ik heel graag. En daar kijk ik ook heel graag naar hoe dat mensen kunnen transformeren met en zonder make-up. Is dat iets wat je aangeleerd hebt of van waar haal je de interesse? Eigenlijk heel dom door heel veel YouTube-filmpjes te kijken. En zelf uit te proberen en te testen wat dat kan en wat niet kan. Wat is de reden dat jij wilt deelnemen aan deze Mrs.-verkiezing? Ik doe eigenlijk mee aan deze verkiezing gewoon om te bewijzen dat je geen stereotype persoon moet... Ik ben niet echt een stereotype persoon om mee te doen aan een Mrs.-verkiezing. Ik ben geen 1,75 meter. Ik heb geen slank lijntje. Maar zowel mensen met curves als latten of wat dan ook kunnen meedoen aan een verkiezing en gewoon hun eigen de beleving beleven. Perfecte maten of niet, ik wens jou in alle geval een fantastische campagne en een super finale. Dank u wel.